Dit is de Andere Krant podcast, de wekelijkse voorbeschouwing met schrijvers, journalisten en iedereen die betrokken is bij de Andere Krant. En vandaag gaan we het hebben over een verschuiving die plaatsvindt in Nederland. Steeds meer mensen gaan andere keuzes maken als het om voedsel gaat. Waar haal ik mijn eten vandaan? Doe ik dat nog bij de supermarkt of ga ik naar de lokale boer? En ik ga dat bespreken met Yvette van der Does. Yvette, welkom. Hey, hallo Niels. Ik heb je even aan de telefoon, want er gebeurt nogal wat in Nederland de laatste tijd. Ja, er is een enorme verschuiving die plaatsvindt met betrekking tot inderdaad goed voedselvoorziening. En dat is een positieve verschuiving, Niels. Ja, want waar komt die gedragsverandering vandaan? Want dit is natuurlijk wel een bijzondere beweging zo. Ja, nou ik denk dat die gedragsverandering eigenlijk al eerder had kunnen plaatsvinden in de jaren 70. Want toen waren er eigenlijk mensen die gingen wonen in de Phoenixwijk. En die hadden natuurlijk vaak al een agrarische achtergrond. Ik woon bijvoorbeeld in Noord-Holland. Dan heb je van die dorpen, die staan midden in de polder. En er is wel één supermarktje. Maar ze willen toch eigenlijk gewoon wel weer de melk van de boer. Dus in die tijd gingen mensen nog wel eens langs stalletjes. Of ze namen voor elkaar een melkbus mee. En dan gingen ze dan verdelen. Ja. Maar op een gegeven moment zijn we natuurlijk allemaal overal gaan wonen. En hebben we vrienden over de hele wereld. En hebben we die verbinding niet zo goed met elkaar. Nou ja, goed, dat even in de aanloop meenemend. Heeft iedereen eigenlijk altijd die behoefte wel gehad aan vers, aan eerlijk, aan natuurinclusief, contact met de boeren. Dus dat is nooit weg geweest. Maar omdat je gewoon zo druk met je eigen leven bent en je gaat van A naar B, ja, dan kom je langs de supermarkt en je laat je karretje in met alles van A tot Z, hè, van de boter tot de chips. Ja. En je bent op tijd thuis voor de pappot. Nou, wat we hebben gezien in de eerste lockdown was dat de schappen enorm leeg raakten. Mensen gingen hamsteren, ze gingen helemaal tekeer, ook bij mij hier in het dorp. En dan ga je nadenken. En dan ga je vooral nadenken van, ja hallo, wat kan ik hier zelf eigenlijk aan doen? Hè? Hoe kan ik nou voorkomen dat ik, net als die anderen die ik hier om me heen zie in dit gekke huis, tekeer ga? Ja, dat is angst. Dat moet je niet willen. Dus dan keer je eigenlijk terug naar dat gevoel van, laten we nou gewoon eens volwassen worden en niet meer afhankelijk zijn van anderen. En laten we het gewoon zelf gaan doen. Ja, want ik kan me voorstellen, Yvette, dat ons voedsel komt natuurlijk ook ergens vandaan. Hè? Heel veel mensen weten dat ons voedsel vaak uit het buitenland komt. Dat mensen toch bewust zijn geworden van, dat proces dat is nou wel al jaren in gang gezet. Maar daar hebben we totaal geen controle over. Nee, en die controle raken we alleen maar steeds meer en meer kwijt. Omdat ook de boeren steeds meer onder druk worden gezet. Dus wat je al niet doet is, je hebt haast, je komt naar binnen, je pakt een appel en ik kijk dan op de zak. Ik wil dan toch nog wel dat het uit Nederland komt, hè, en niet over al die biotopen door de oceaan dendert in een tanker. Maar heel veel mensen letten daar al niet eens op. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen van, oké, dan willen we biologische producten. Ja, dan denk je, dat ligt hier wel bij Albert Heijn, maar die, ook bij de Lidl, ja, kan ik dat wel vertrouwen? Want ik kan aan die broccoli toch niet echt zien dat die bij die ene boer vandaan komt. Ja. Nou, dan denk je van, vooruit, laten we dan terugkeren naar de bron en dan van boer naar bord. En dan gaan we gewoon met ons fietsje en ons autootje gaan we gewoon de boeren opzoeken. Ja. Nou, dat zijn we dus allemaal in de eerste lockdown gaan doen. Als je veel connecties hebt met andere verbindingsgroepen, nieuwe communities die zijn ontstaan, dan zie je dat iedereen eigenlijk allemaal op hetzelfde moment bezig is om dat in kaart te brengen. Nou, en dan is het in kaart en dan denk je van, goh, nou mooi, ik kan dus in dat dorp mijn kaas halen en daar kan ik dan mijn appels halen. Ja, en dan ben je dus de hele week bezig om je spullen bij elkaar te verzamelen. Ja, nou, maar als ik het goed begrijp, dus Yvette. Dat wil je sneller, ja? Ja, dan moeten we dus eigenlijk weer onze tijdsinvestering anders gaan organiseren. Want jij zegt van, dan ben ik daar even voor de appels en ben ik daar voor de groenten. Dat is best wel een dingetje. Want we zijn heel gewend dat we met één boodschappenkarretje binnen een half uur alles hebben ingeladen. Maar dat werkt dus niet meer. Nee,
Nee, en je moet het eigenlijk, denk ik, ja, misschien dat we straks nog even wat meer in de detail gaan waar, hoe we het anders zouden kunnen doen. Maar wij denken bijvoorbeeld ook aan, als voorbeeld, ik heb dan een community. We hebben een afhaalpunt bij Matthijs Bos. Daar hebben we ook in deze editie besteden we daar ook aandacht aan. Hebben we al groet en fruit via een afhaalpunt binnengekregen. Maar dan wil je verder, hè? Want dat is niet het enige. Je wil ook, dus dan zeg je van, nou, dan gaan we weer met het fietsje. Dan gaan we. Maar aan de andere kant, je kunt twee dingen doen. Hè? Je kunt of gezamenlijk gaan inkopen, direct bij de boer. Dat is een absolute goede mogelijkheid. Ik denk dat dat ook toekomst heeft. Maar je kunt ook denken van, nou, ik ga heel vaak nu wandelen. En waarom wandel ik dan niet even langs dat kraampje? Of waarom wandel ik dan niet even langs die zuivelboerderij? Ja. Het kan natuurlijk allemaal wel. En ik denk dat we ook gewoon wel daarin wat volwassener moeten worden. Om te zeggen van, nou, we gaan dat gewoon wel weer doen. We gaan onszelf motiveren om dat weer onder de aandacht te brengen. Ja. En onszelf, als het ware, te trainen, hè? Want het is allemaal gewoonte. Maar ja, dan rij ik natuurlijk net als de anderen die langs de supermarkt. En dan denk ik, nou ja, weet je, morgen. Dat doe ik dan wel morgen. Nou, en om dat dan voor te zijn, zijn er toch mensen die zeggen van, nou, we kennen onszelf, we willen het toch veranderen. Nou, laten we gaan onderzoeken of we een soort van alternatieve, lokale voedselpakketten kunnen laten bezorgen. En in mijn geval, ik woon dan in Noord-Holland. Daar zijn er al 3 die dat doen. En zo heb je in elke provincie nu steeds meer van die initiatieven van collectieven die dat gaan opzetten. En ik zou echt mensen die wat bewuster willen gaan eten, dat ook echt adviseren om daar eens naar te gaan kijken. Van waar zitten die dan? Zitten die bij mij om de hoek? En ik denk dat we daar ook met die korte keten minder afhankelijk gaan worden. Ook van de grote retailers die nou niet bepaald altijd even aardig met de boeren omspringen. Hè? Want dat is ook nog een puntje. Er zijn heel veel boeren die staan onder druk. Die willen, die staan met de rug tegen de muur. Die willen omschalen. Maar het is een te groot risico. Er is bijvoorbeeld een verhaal van een boer die in Noord-Holland appels heeft. En die heeft het aangedurfd om toch te gaan om biologische appels te gaan kweken. Of telen, wat is het precies? En die krijgt dan 3 jaar lang niet het etiket biologisch. Omdat zijn grond, hè, weet je wel, omdat zijn grond is dan ook, zeg maar, al die jaren bespoten geweest. Hij wil omschakelen. Dan moet hij 3 jaar lang appels gaan verkopen. Die hij niet het keurmerk biologisch mag geven. Maar hij heeft wel 3 jaar lang, neemt hij het risico om, dat zijn oogst natuurlijk wordt opgegeten door rupsen, vlinders, et cetera. Nou, zo'n boerenburgerinitiatief als proefkantoor, waar ik over schrijf in de krant, die geeft die boer gewoon een eerlijkere prijs. Hij zegt tegen ons, nou, hè, als je het niet vertrouwt, hier is het adres, ga maar bij hem kijken. Ja, ja. En die helpt deze man aan een duurzamere, natuurinclusief landbouw te gaan. En ja, dat is natuurlijk fantastisch. En dat zou veel vaker moeten gebeuren. En er wordt nu eigenlijk gezegd van, nou, je bent een biologisch boer. Nou, en dan deug je. En dan is het allemaal heel duur, weet je wel. Ja. En dan rij je in een oude Volvo. En dan aan de andere kant heb je die boer. Er zijn ook boeren recent nog bij een uitzending geweest op de televisie. Die worden neergezet als klootzakken die in een dure speedboot over het IJsselmeer raggen. En het ze niet interesseert wat ze over hun producten spuiten. Maar daartussenin zitten nog heel veel boeren die wel anders willen. Ja, even één dingetje. Want je vertelde net over die boeren die dan biologisch eten willen verbouwen. Mensen willen graag gezonder eten, zonder te veel toevoegingen in hun eten. Maar is biologisch dan ook niet veel duurder? Hoe zit dat eigenlijk? Ja, het is duurder als je gaat kijken over hoeveel, langs hoeveel ondernemers het gaat. Hè? Nu, je kunt zeggen van als ik het bij de boer haal, dan kan ik gewoon in koopprijs plus een stukje winst voor de boer betalen. Nou, wordt het door een hele grote retailer ingekocht, gaat het misschien nog wel 2 keer over de kop of zo. Hmm.
Okay. Het is duurder. Ja, natuurlijk is het duurder. Want een perceel biologische aardappel heeft zoveel meer grond eromheen nodig. Waar bloemen geteeld worden. Om te zorgen dat die balans in de natuur blijft bestaan. En minder wordt bespoten. Ja, het risico natuurlijk is dat zij in die prijs moeten doorberekenen. Dat er ook wel eens een keer iets misgaat. Ja, anders ben je natuurlijk meteen failliet. Okay, en je hebt een minder grote opbrengst, ga ik vanuit. Het kan ook bijvoorbeeld in de volle grond zitten. Dan groeit het natuurlijk veel minder snel. Mm-hmm. En als je een tomaatje in de kassen van middenmeren hebt, als je die ziet staan, die branden natuurlijk dag en nacht. Ja, dan heb je gewoon ploftomaat. En dat smaakt veel minder goed. Het is ongezonder. Ja, daar kun je allerlei wetenschap op loslaten. Daar weet ik niet alles van. Maar ja, het is duurder, maar het is ook voedzamer. Ja. Neem, als ik het even kan vergelijken met kaas. Als jij supermarktkaas koopt, kiloknallenkaas, dan krijg je niet voldoende voedingsmiddelen binnen. Dan ga je in de avond weer terug naar de koelkast om 1:10 uur, omdat je trek hebt. Maar je hebt geen trek in vulling. Je lichaam geeft aan dat die voedingsstoffen mist. Hè? Dus calcium, al die voedingsmiddelen die in natuurlijke producten zitten, die heeft jouw lichaam nodig. Dus je krijgt trek. Nee, je mist gewoon voedingsstoffen. Dus je gaat ook veel minder eten. Dus het is wel duurder. Ja. Maar je eet minder. Snap je? Het verhaal kwaliteit en kwantiteit, zeg maar, ongeveer. Ja. Nu ben je ook bezig met al die communities, hè? Want je bent bij een heleboel groepen aangesloten. Ik verneem in mijn omgeving ook dat er een hele onderstroom bezig is op dit moment. Maar heb jij een idee hoe groot die groepen zijn in Nederland? Kun je er iets over zeggen? Ja, dat varieert enorm. Dat zijn groepen van 4, 5 mensen die echt bewust het klein houden. Ja, om te voorkomen dat iedereen zijn plasje erover gaat doen. Er zijn groepen die lopen tegen 1000 leden. Ja, en alles daartussenin, denk ik. Ja. Wow. Nou, dat is best flink nog. Ja, nou ja, en iemand moet maar contact met ons opnemen als ze weten dat er groepen zijn die nog groter zijn. Dan hou ik me aanbevolen om contact met ons op te nemen om te kijken van, hoe werkt dat dan in zo'n hele grote groep? Ja, het zou wel gaaf zijn als we dat een beetje in kaart kunnen brengen. Hè? Wat er in Nederland allemaal nu ontstaat. Dat is toch wel heel interessant voor heel veel mensen. Want als je toch bezig bent met die alternatieven zoeken, dan kunnen we daar elkaar in versterken natuurlijk. Ja, zeker. En als ik als een spin in het web of andere redacteuren bijvoorbeeld binnen de redactie van de andere krant zich daarop gaan focussen, dan krijg je op een gegeven moment een totale bodyscan van Nederland, België, Duitsland of whatever wat wij willen. En dan echt bij wijze van spreken nog met van die vlaggies aangeven waar ze zitten. En overal heb je dan een contactpersoon. En weet je, en dan haal je overal je informatie uit. Ja, en dan kan iedereen van elkaar leren. Ik denk wel dat het belangrijk is dat, je hoort ook heel vaak dat mensen zeggen van, laten we één platform worden. Ik denk dat daar dan wel misschien soms weer het gevaar is dat het dan weer te groot wordt. Want weet je, ik weet niet waar jij woont, Niels. Ja, ik woon in de buurt van Zwolle. Oh, Zwolle. Nou ja, goed, dan is het voor jou handig om daar dan in de buurt geconnect te zijn. Jij gaat niet in thuisje horen je spruitjes Dat is net iets te duur, denk ik. Ja, maar dat is natuurlijk wel. Ik denk dat het vooral heel handig is voor al die mensen. Wat je vooral veel merkt, is dat het bij iedereen heeft het een straatje geplant van, nu moeten we het echt anders gaan doen. En de een heeft er natuurlijk veel meer verstand van al. En die heeft al eerder al een poging gedaan om moestuinen te hebben. En ja, dat is niet gelukt. Dus, maar juist al die mensen die nu alleen maar zitten te denken van, ik wil het anders doen. Ja, laat die in godsnaam contact zoeken met die verbindingsgroepen. En naar die websites gaan om zich in te schrijven. En en je leert er ook heel veel van. Hè? Mag ik nog even één voorbeeld geven? Nou, zeker, tuurlijk. Ja. Nou, dit is een heel grappig verhaal. Matthijs Bos, die zegt, ik zeg van, maar Matthijs, hoe vers is het dan? Ja, zegt hij, dat kan je zien aan het kontje.
Oké. Oké. Dan denk ik, wat bedoel je? Ja, zegt hij, als ik naar een witpop kijk, die ik bij de teler pak, kijk ik eerst naar het kontje. En als dat kontje wit is, dan is het 6. Nou, ga jij maar nu straks naar de supermarkt en dan ga je naar de witmof kijken. En dan kan ik je bijna garanderen dat het kontje rood-bruin is. Ja, nou, dan ligt hij daar al een tijdje. Ja, dus het is niet alleen heel, heel veel beter, eerlijker met minder omzet voor de grote corporaties. Het is ook gewoon nog eens hartstikke tof en leuk en leerzaam. Ja, je staat, dit weekend op de voorpagina. Boer en burger zoeken elkaar steeds meer op. Tot slot nog even, hè, want de luisteraars die nu naar deze podcast luisteren, wat zou je ze adviseren? Hoe kunnen ze het snelst in contact komen met die groepen? Ze kunnen, als je op Telegram zit, kan je misschien een beetje gaan rondzoeken. Maar ik denk dat het, misschien kunnen wij onderaan de podcast misschien nog een link sturen. Neem contact op met onze redactie. Wij zijn ermee bezig. We hebben al een start gemaakt. Dus wij zorgen dat er binnenkort gewoon een lijst beschikbaar is voor luisteraars en lezers om zich te verbinden. Zo is het. We zetten het onder de podcast. En Yvette, ik wil je heel erg danken voor je tijd. Ja, nou, graag gedaan. De krant van de vooruitgang. De andere krant. Ik ga in gesprek met Annette Wood. Annette, je bent van het comité orgaandonatie Alert. En jij maakt je heel druk over orgaandonatie. Dat is een gevoelig onderwerp. En ik ben heel blij dat je hier bent om erover te spreken. Dus welkom. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat bij jou is begonnen, dat je hier in dit onderwerp bent gedoken. Want het is nogal een specifieke zaak volgens mij, hè? Ja, dat klopt. Ik was eigenlijk altijd overtuigd dat als je met je orgaandonor te zijn, dat je iets kon betekenen voor je medemens als je dood zou zijn. Totdat bij mij in het dorp, klein dorp, een vrouw begon te roepen van, denk jij echt dat je overleden bent als je orgaandonor bent? Ik denk, waar heeft die vrouw het over? Ik ben in contact getreden met haar. We hebben heel veel gesprekken gevoerd. En toen kwam ik er dus inderdaad achter dat geen enkele donor daadwerkelijk is overleden als hij zijn organen doneert. Oké. Ja. Dus. Ja. Kijk, het is eigenlijk heel simpel uit te leggen. Kort na de oorlog begon men een beetje met orgaantransplantatie. Dat begon een beetje en dat werd populair. Maar het lukte gewoon niet met die mensen die dood waren. Dat werkte gewoon niet. En toen hebben ze dus een in Amerika is het comité Harvard. Ik heb de goede juiste naam niet op. En die hebben gezegd van, als we nou eens die mensen gebruiken die daar in die ziekenhuizen liggen te vegeteren, die zijn eigenlijk, als we die nou zeggen dat die dood zijn, dan gaan we ze als orgaandonor gebruiken. En na een aantal procedures is toen het gezegd van, oké, we verklaren ze zijn hersendood. En als je hersendood bent, ben je dood. Dan verklaren we je dood. Maar een papieren verklaring maakt jou niet dood. Je leeft nog door. En je overlijdt pas op het moment dat je organen verwijderd worden. En in de meeste gevallen gebeurt dat zonder volledige narcose. Wel wordt er een spierverslapper toegepast om ervoor te zorgen dat de mensen blijven stilliggen. Jeetje, maar dus je bent niet dood. Er wordt gezegd, dan ben je hersendood. Ja. Maar dat is een definitie die bedacht is. Ja, dus de invented dead noemt men het ook wel. Het is gewoon het is gewoon puur wettelijk bedrog. En ik vind gewoon dat dit niet kan. Overigens is op dit moment is de mensen die hersendood verklaard zijn, is maar een klein gedeelte van een aantal mensen dat als orgaandonor doorgaat. Meer dan 50% zijn mensen waarvan 5 minuten hartcirculatie stilstand is geweest. En dat is nog veel meer discutabel. Daar zijn voor het hersendood gebeuren is een protocol opgesteld. Noem het een infantiel protocol. Er zijn wereldwijd heel veel protocollen. Het Nederlandse protocol behoort tot de slechtste van de wereld. En dat durf ik rustig te stellen. Maar waarom is dat slechtste protocol ter wereld dan? Omdat de voorwaarden die in het protocol staan niet kloppen met datgene wat in de wet wordt gevraagd. In de wet wordt gevraagd dat je de totale hersenen, inclusief de hersenstam en het verlengde ruggenmerg,
volledig de functie moet zijn verloren en dat het onomkeerbaar moet zijn. Maar het hersendoodprotocol dat test op een aantal elementen. Men kijkt naar, met een EEG naar de hersenactiviteit als het EEG gebruikt wordt, dus niet meer verplicht. Meet ongeveer 10% van de cortex, de rest wordt niet gemeten. Er wordt al getest in Nederland, als de temperatuur boven de 32 graden is, dan ben je onderkoeld. In Amerika mag je pas gaan testen als je 36 graden bent. In de Nederlandse richtlijnen voor de lijkschouw staat dat je mensen niet moet doodverklaren als ze onderkoeld zijn, want dan is het risico van schijndood. Nou, als jij mensen die toch al een zwaar hersentrauma hebben, ook nog eens een keer gaat testen terwijl ze net aan 32 graden zijn, dan leef je zo'n grote achterstand op. Dat kan gewoon niet. En het EEG is niet eens meer verplicht. Wat ze daarvoor dan vervangend moeten doen, is het meten van de doorbloeding. Maar de doorbloeding zegt natuurlijk helemaal niets. Een minimale doorbloeding wordt niet gemeten. En dan weet je helemaal geen hersenactiviteit. Nee, want een EEG, dat is dus ook dat is een soort hersenscan, hè? Die ook niet volledig in kaart brengt hoe het zit. Nee, absoluut niet. Dus dat is gewoon treurig. En als we dan kijken naar het hartdoodprotocol, of het is op de dood op circulatoire condities, daar worden helemaal geen voorwaarden voor gesteld. En het is niet zo dat mensen spontaan een hartstilstand krijgen. Het is een heel zwaar geregisseerd proces. Want een orgaandonatie, er komt zoveel bij kijken. Er komt een speciaal uitnameteam. Die komt naar het ziekenhuis waar de patiënt ligt, op intensive care. Ja. Die moeten zelf de operatiekamer inrichten. Er moet een melding gedaan worden bij Eurotransplant. Want dan moeten de organen in de markt gezet worden. Die worden verdeeld over Nederland en over Europa. En alle ontvangende patiënten moeten ook klaar zijn. Dus in de ziekenhuizen waar die organen moeten vervoerd worden, soms naar het buitenland. Ja. Dus dat is een proces waar wel minstens 24 uur aan vooraf gaat. En al die tijd ligt de patiënt daar gewoon op intensive care en wordt gewoon verpleegd. Dus het is zo'n transplantatieproces, dat is gewoon eigenlijk een gigantische operatie, ja, zou je kunnen zeggen. Zeker weten. Dat is heel groot. Ja, dat is gigantisch groot. Dus, en dan heb je dus dan het hersendood. Nou, iemand wordt pas doodverklaard enkele uren voordat die operatie plaatsvindt. Want als ze namelijk al eerder doodverklaard zijn, betaalt de ziektekostenverzekering de verpleging natuurlijk niet. Hè? Want die gaat niet betalen. Sorry, het is gewoon zo. Ja, ja, ja. En de mensen die hartdood zijn, dus dat de circulatie stil moet zijn, dat moet dus op een geregisseerd moment gebeuren. En wat doen ze dus dan? Er wordt een tijdstip afgesproken. Dan trekt de arts die trekt de stekker eruit. En dan is het de bedoeling dat de patiënt binnen 2 uur overlijdt. Als het langer duurt, is hij niet meer bruikbaar voor orgaandonatie. Vreemd zeg ik. Ja, dan moet ik het zak even bijzetten. Ja. Op het moment dat de circulatie stilstaat, moet dat 5 minuten stilleggen. En dan mag hij doodverklaard worden. En dan gaat hij echt met een rotgang, zoals die mevrouw bij mij uit het Berkhout heeft meegemaakt. Hè. Haar dochter was een dergelijke donor. Ja. Die gaat op 2 wielen door de bocht naar de operatiekamer. Nou, haar dochter, die heeft dus 5 minuten circulatiestilstand gehad, werd ze doodverklaard. Wij hebben haar zaak bij het Medisch Tuchtcollege laten behandelen. Toen kregen we dus wat documenten, waaronder het kidneyrapport, het nierrapport. En uit dat rapport bleek dat Sophie 140 minuten nadat haar hart stil had gestaan, nog een hartslag had van 130. Nee. Hoezo non-heartbeating donatie? Sorry hoor, dit kan toch niet? Dat is wel heel schrijnend dit. Heel erg. En wat denk je, die mensen zijn door de grond gegaan toen dit formulier binnenkwam via de zaak. Tjonge, jonge. Ja. Oké. Okay. Ja, daar word je misselijk van, hè? Ja, dat is best wel. Ik weet ook dat ik dus nu dingen zeg die heel confronterend zijn voor mensen. Voor mensen die een orgaan hebben gekregen, is het heel confronterend. Ja. Maar het is ook confronterend voor de mensen die met alle liefde een familielid vrij hebben gegeven voor orgaandonatie. Dus ik kwets nu heel veel mensen, maar ik doe dat niet. Dat heb ik de medische stand gedaan. Jij bent er al 7 jaar mee bezig dat je dat onderzoeken bent. Ja, ja. Maar. Ja, we komen er nu eens achter dat de werkwijze toch heel anders in elkaar zit. En dat er. Het belang van de donor, of degene die de organen dus levert, dat die niet zo voorop staan. En dat het meer een soort programma aan het worden is, wat ogenschijnlijk wordt afgedraaid. Ja. Maar ik vind het zo erg dat er heel veel mensen onwetend zijn over dit verhaal. En dat het. Kijk, mensen willen graag andere mensen helpen. Dat zit in onze natuur. Ja.
Klopt. Dus het is heel makkelijk gezegd, nou ja, ik doe een groen vinkje, want dan kan ik andere mensen helpen als ze een nier nodig hebben of een lever nodig hebben. Maar mensen zijn dan zo goed gelovig en denken dat het allemaal wel goed klopt. Maar als ik jouw verhaal zo hoor, dan zit het toch even iets anders in elkaar. Ja, dat zit echt wel anders in elkaar. En ik vind het gewoon schrijnend. Ik heb met een aantal mensen, soms ook alleen en soms in comité, proces aangespannen. Er zijn ondertussen 5 zaken geweest bij de reclamecodecommissie. De reclamecodecommissie heeft natuurlijk gewoon aan dat ministerie gezegd dat ze dat beter moeten uitleggen, omdat het vertrouwen in de overheid geschaad wordt. Ja. Ik heb gewoon in een van de verweren schrijft het ministerie gewoon: we weten dat de frase na overlijden niet goed is, maar we blijven hem gebruiken, want we weten geen betere omschrijving en het is toch algemeen geaccepteerd. Oké. Ja. Nou, doen we niet. Medisch Tuchtcollege, wij proberen van alles overal voet aan de grond te krijgen en om het goed te krijgen, maar het lukt gewoon niet. Ja, ik wil eventjes terug naar de wetgeving, want daar hadden we het net ook heel even over. In 2018 is de donorwet aangenomen in de Kamer. Ja. Maar wat gebeurt dan eigenlijk als je geen actie onderneemt? Hè? Want heel veel mensen, hè, zoals we al net zeiden, die hebben gewoon vertrouwen in de overheid. Ja. Het is goed geregeld, ik steun een goed doel, daar komt het op neer. Ja. Maar als ik nu niks doe, wat gebeurt er dan? Dan staat er in het donorregister dat je geen bezwaar hebt tegen orgaandonatie. En als jij dan in het ziekenhuis ligt op intensive care en het komt aan de orde, dan zouden jouw naasten moeten aantonen dat jij het niet hebt gewild. Maar wie zegt mij dat jij die brieven hebt gehad van de ministerie, waarin werd gezegd dat jij je keuze moest maken? Ze zijn misschien wel verstuurd, maar wie zegt er dat jij de brieven hebt ontvangen? En dat ze dan zomaar zeggen van: oké, die meneer of die mevrouw heeft geen bezwaar. Het is een fictieve toestemming, het is geen toestemming. En dan moeten de naasten moeten dan maar zorgen dat jij niet als orgaandonor doorgaat. En ja. Het is heel veel als zij dezelfde informatie baseren die 90% van de mensen hebben, denken dat je dood bent. Ja, en je moet het nog eens een keer online, moet je natuurlijk een keuze maken. Ja, dat klopt, maar je kan het ook schriftelijk doen hoor. Dat is zo. Ook dat kan nog wel. Ja, daar is nog steeds die mogelijkheid is er nog steeds altijd. Maar het is altijd, maak je eigen keuze. En wat ook heel veel mensen vergeten, is dat het niet alleen over Nederland gaat. Het gaat orgaandonatie is wereldwijd, hè. Dus wat hier in Nederland misschien gebeurt, gebeurt niet in Frankrijk of in Thailand of waar je dan ook bent. Dus de regelgeving van dat land is bindend. En het donorregister is alleen geldig in Nederland. Dus zodra jij in het buitenland bent, is er niemand die in het donorregister kan kijken. Dus als jij in het donorregister hebt gezegd, ik ben akkoord met orgaandonatie, maar je hebt bijvoorbeeld een aantal organen uitgesloten, die wil je niet. En je bent ergens in, weet ik veel waar, ik weet in Malta of zo, ik noem maar wat, dat is ook een keer gebeurd. En dan wordt er aan de naaste gevraagd van: mag hij als orgaandonor? Maar wat weten die mensen ervan wat jij in je donorregister hebt staan? Ja. Dan wordt misschien alles eruit gehaald. Er zijn zoveel dingen bij die mensen niet weten. Ja, en dan hebben we ook nog het onderwerp bewustzijn, want dat vind ik wel heel interessant. Hè? Want er zijn dus verhalen. Ja. Dat mensen dus hebben meegekregen die onder narcose lagen. Van hey, er wordt aan mijn lijf gerommeld. Ik onderga een helse pijn. Ja. Kun je daar ook iets over zeggen? Ja, wat je zegt is, moet ik even corrigeren. We weten dat er mensen zijn die worden geopereerd, die zijn onder volledige narcose gebracht en die hebben het nooit gevoeld. Maar dat zijn standaard operaties. Bij orgaandonatie is het zo dat je in het geval van de hartdood volgens de helemaal geen narcose krijgt. En de mensen die hersendood zijn, die krijgen standaard een spierverslapper. En als de uitnamearts het nodig vindt, krijg je een pijnstiller of een bewustzijnverlager. We weten van mensen die op het laatste nippertje konden aangeven van: ik leef nog. Een klein signaal, zoals Zak Dunlop in Amerika. Die gaf op het laatste nippertje, was er iemand die zag van: ja, maar dit klopt niet. Hij is er wel. Die jongen is ook vrijwel volledig hersteld. En die heeft alles gehoord en die heeft alle pijnprikkels gevoeld. En die was witheet, maar hij kon door de aard van zijn trauma op dat moment niet aangeven wat er los was met hem. Dat hij er was en dat hij het wist. En er zijn heel veel van dit soort verhalen. En het bewustzijn, we weten niet waar het bewustzijn van de mens zit. Dat weten we niet. Nee. Klaar. Dus hoe dat gaat, wanneer dat verdwijnt, we weten nooit wanneer het bewustzijn in een mens is gekomen. Maar we weten ook niet wanneer het weggaat. Nee, maar dat is even voor duidelijkheid, er zijn dus 2 manieren hoe ze kunnen vaststellen dat je bent overleden. Een hartdood en een
En een hersendood. En een hersendood, ja, inderdaad. Dat zijn dus de twee protocollen die in de wet zijn opgenomen. En alle twee protocollen, dat zijn gewoon... Sorry hoor, je kan er, nou, ik zou bijna willen zeggen, je kan ze beter ergens voor gebruiken. Maar dat doe ik niet, het zijn gewoon hele slechte protocollen. En waarom zijn ze dan slecht dan? Omdat ze gewoon niet vaststellen dat iemand dood is. Het is alleen maar ze zijn nodig omdat er een wettelijke verklaring moet zijn dat de donor dood is. Kijk, als die doodverklaring er niet is en een arts gaat de organen verwijderen en dan overlijdt een patiënt, dan kan hij voor moord worden aangeklaagd. En dat is in het hele verre verleden ook gebeurd. Dus daarom moet, met name bij die hersendood, moet de patiënt dood worden verklaard. Bij de hartdood is nog een ander punt wat ik uiterst discutabel acht. Er is geen wettelijk kader die toestaat dat een arts iemand om het leven mag brengen, dus die stekker eruit mag trekken, mm-hmm, om zijn organen. Dat mag niet. Nee. Maar het wordt wel gedaan, ja, want het wordt algemeen geaccepteerd. Ja, maar wat is dan wel een valide methode, zeg maar, om iemand dood te kunnen verklaren? Klinkt een beetje gek misschien, maar... Die is er niet. Je kan iemand die leeft nooit dood verklaren. En als je hem dood hebt en je gaat hem daarna de circulatie herstellen met alle risico's van dien, dan ben je ook niet meer dood. Dat is er niet. En dat zullen de mensen dus goed moeten nadenken over waar ze mee bezig zijn. Ja. Ja. Ja, en natuurlijk de voorlichting. Hè? Want ik kan me in 2020 nog herinneren dat er een hele campagne was. Met vanuit, je moet binnen zoveel maanden moet je aangeven of je donor bent of niet. Ja, klopt. Daar werd een beetje druk achter gezet. Heel veel. Maar deze informatie zat er niet bij. Tenminste, wat ik nu van jou hoor, dat heb ik niet gehoord. Ik heb die brief ook gelezen die erbij zat. En er staat gewoon, na overlijden betekent dat je dood bent. Nou, en daar ligt dan het advies van de reclamecodecommissie om uit te leggen dat het niet zo is. Maar dat negeren ze gewoon. Ja. Ik wil ook nog even ingaan op een ander stukje. Want ik heb je artikel gelezen, die staat deze week in de krant. Maar ik vond ook wel schrijnend dat artsen daar best wel krampachtig over doen. Ik heb een stukje erbij gepakt. Even een momentje. Ja. Ik sprak een nabestaande van een donor die een arts sprak over de werkwijze. Deze arts gaf toe dat niemand dit mag weten, omdat anders te weinig mensen nog donor zouden willen zijn. Ja, dat klopt. Dus artsen zijn eigenlijk heel erg voorzichtig in hun uitlatingen, zal ik maar zeggen. Maar heeft natuurlijk wel een reden. Medische ethiek noemen we dat. Nou, dat is verder zoeken. Het geval waar je naar verwijst, dat is Renate Greinert geweest. Die heeft het boek geschreven, Ongestoord Sterven. Ik heb contact met haar gehad. En inderdaad, zij had haar zoon vrijgegeven. En achteraf bleek dat het helemaal niet klopt. Hij was niet hersendood. Daar is ze dus ook op een hele nare manier achtergekomen. Ze is actie gaan voeren. Ze is gaan doen. En uiteindelijk heeft ze dus die professor gesproken. En zegt, ja, als we dat vertellen, dan worden de mensen geen orgaandonor meer. Maar sorry hoor, dat mag toch nooit een reden zijn om dit te doen? Dat mag toch niet? Nee, dat mag niet. Maar dat gebeurt wel. Ja. Wat heeft het nou met jou gedaan? Want jij bent natuurlijk al wat langer, je bent al 7 jaar hiermee bezig. Hoe heeft het jouw wereldbeeld veranderd, Annette? Ja, mijn wereldbeeld is echt op een aantal fronten heel erg veranderd. Dat kan je rustig zeggen. Het vertrouwen op veel fronten in de medische wereld is bij mij weg. En het grappige is dat ik eigenlijk dat het vrij lang heeft geduurd voordat ik in de gaten had dat we met de corona werden besloten. Ja, dat is echt, maar dat ik toch zo goed van vertrouwen was blijkbaar. Ja, ja, ja. Maar ik ben nu op dat gebied ben ik alle vertrouwen kwijt in de medische wereld. En dat wil niet zeggen, want dan gaan mensen, ga je niet meer naar een dokter? Ja, ik ga naar een dokter. En ja, ik laat me behandelen voor een ziekte als ik die heb. Maar ik ben wel gereserveerd in wat hij zegt of zij zegt. Tot slot, wat zou volgens jou nu direct moeten veranderen in dit hele orgaanverhaal? Wat er direct zou moeten veranderen is dat er een wet komt dat het verplicht wordt dat alle orgaandonoren onder volledige narcose worden gebracht als ze hun organen verwijderen. En dat het uit en dat de mensen moeten worden gewezen op de risico's. Want het feit dat ze zeggen van het moet onomkeerbaar zijn, dat is helemaal niet aangetoond. En een paar jaar geleden was er op televisie bij Pauw en Witteman. Die hadden daar Witteman had een documentaire gemaakt over coma. Want die mensen liggen gewoon in coma. Hè? Dat is mm-hmm. dus gewoon onzin om te zeggen dat ze dood zijn. Ja.
En daar was een arts bij, dat was dokter Kim Santegoed van de Leiparkkliniek in Tilburg. En die vertelde daar gewoon dat 70% van de mensen met zwaar hersenletsel, die door haar collega's worden opgegeven, gewoon volledig kunnen herstellen. Wauw. Blok, Nederland 1, Pauw en Witteman. Hartstikke idee, tel maar uit. Dat is toch vreselijk? Wat denk je wat mensen dan gaan denken als ze dat horen? Ik heb er geen woorden voor. Annette, je bent te lezen deze week in een andere krant. Ja. Dank voor je tijd. Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren. Wil jij ook de andere krant bij jou thuis? Bestel hem dan op deanderekrant.nl.